Hey Jeroen, de Brabant Hallen, die ken ik. Dit is Mainstage, helemaal nieuw. Wat gaat hier gebeuren? Wat kan ik hier verwachten? Ja, Mainstage is de nieuwe entertainmentlocatie van de Brabant Hallen, op dit Brabant Hallen complex. Echt een fonkelnieuwe locatie die primair bedoeld is voor grootschalige entertainmentproducties en concerten. Voor bedrijven die hier een evenement zouden willen organiseren, waarom zouden we kiezen juist voor deze locatie hier in Den Bosch? Ja, Den Bosch is centraal gelegen in Nederland. Hè. Vanuit hier is het eigenlijk een klein uurtje naar de uithoeken van ons land. Ja, in dit Brabant Hallen complex, en zeker nu met Mainstage, hebben we een heel multifunctioneel gebouw. Waarin je letterlijk, wat ik net al zei, vanuit entertainment tot aan concerten, maar ook grootschalige bedrijfsevenementen, congressen, bedrijfsfeesten kan houden. Dus letterlijk een gebouw met veel gezichten. Nou ben ik heel even benieuwd natuurlijk hoe de zaal eruit ziet. Kun je ons even meenemen? Ja, tuurlijk. Ik laat je backstage graag even zien. Want het bijzondere aan deze zaal is dat wij hier echt letterlijk iedere opstelling kunnen bouwen die door onze opdrachtgevers gewend zijn. Dus van grootschalige popconcerten, dan zie je geen enkele stoelen of tribunes staan. Staan er grote barren in de zaal en kunnen we hier de artiesten hun concert laten geven. Maar je kunt dus ook dit soort theatersettings creëren met een grote tribune. Hey Jeroen, alles leuk en wel, maar waarom is een locatie als deze er nu pas? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het bouwen van zo'n full-service evenementenaccommodatie als Mainstage, daar zijn ontzettend veel miljoenen mee gevergd. En als je dan puur en alleen het moet hebben van die entertainmentactiviteit, is het best wel moeilijk om zo'n accommodatie acceptabel te krijgen. Maar door onze unieke ligging, A, het is een bestaand gebouw. B, we liggen hier naast ons grote congrescentrum 1931, waarmee we een combinatie kunnen maken. En we kunnen Mainstage ook gewoon blijven gebruiken als beurs- en evenementenaccommodatie binnen het Brabant Hallen complex. Ja, en daardoor denken wij prima hier een goede expectatie te kunnen neerzetten. En dus ook Zuid-Nederland zo'n entertainmentpodium te kunnen geven.